Daar heeft me bewust voor gekozen om een route te nemen waarop zo min mogelijk woonboten langs de route liggen. Er ligt een negental, is mij verteld. En ook rond die woonboten heeft men een aantal hekken gezet. U ziet dat op de achtergrond. Waardoor de mensen die daar wonen gewoon met hun vrienden rustig kunnen kijken zonder dat men weet dat Peter Koelewijn Kom van het Dak zou moeten zingen. Daar staan er wel een paar op het dak, maar dat zal dan ongetwijfeld aangetrouwde familie zijn. Het is overigens mensen niet alleen vanwege veiligheidsredenen, maar ook vanwege hygiëne afgeraden om in het water te springen. En tot op heden houdt iedereen zich daar in ieder geval op de grachten goed aan. Vangt de Boer. Herinneringen aan 1995. Rondvaart met Ajax. Winnaar van de Champions League toen. Een van de weinigen die twee tochten meemaakt. Voor zover mij bekend slechts de enige die de twee oranje tochten meemaakt is Kees Jansma. Toen als collega voor NOS Televisie. Ik was er toen zelf voor NOS Radio op dat moment. En nu als de perschef van dit Nederlands elftal. Voor zover mij bekend, ik heb hem nog niet gezien. Niet aanwezig op de eerste boot. Maar op boot 2. Het laatste moet je herhalen, onder de brug viel je weg. Maar ik zei, je zit echt alleen, ook om het in je eentje te kunnen verwerken. Ja, af en toe moet je even in je eentje zitten om te genieten, maar je doet het als groep. We zijn zo lang bij elkaar geweest en dan moet je ook af en toe een momentje voor jezelf pakken. Kijk hoeveel mensen, ik bedoel. Het besef komt later pas, maar nu moet je alleen genieten. Veel plezier, hè? Ja, dankjewel, man. Dankjewel. Ja hoor, daar zijn ze, de eerste zwemmers. Een andere uitvoering van Jumping Amsterdam, zullen we maar zeggen. En ik weet niet of er nog een paar vrijgezelle spelers zijn in de groep. Die hoeven vandaag absoluut niet te wanhopen. Die er in 88 ook wel bij was op de boot. Kees, dit is een nieuwe trip. Bukken, bukken wordt er geroepen. Echt een laag bruggetje.
toch weer mensen dan men aanvankelijk had gedacht. Er werd ongeveer anderhalf uur geleden gezegd 500.000 mensen. Maar het lijken nu toch echt meer nu in Amsterdam. Want naarmate de boten dichter bij het Museumplein komen, zien we de rijen mensen ook steeds dikker worden. Kees Jansma, u hoorde hem net heel even met Jan-Joost van Gangelen. Maar toen viel het signaal weg. Maar dat laat Kees geen tweede keer gebeuren. Ja, er was één man die er in 88 ook al bij was op de boot. Kees, dit is een nieuwe trip, maar dit is ook onwaarschijnlijk. Ja, veel meer. Veel meer. Het was in 88 mooi, maar dat is zo ongelooflijk lang geleden. Dit is een nieuwe generatie mensen. En ik vind het echt ongelooflijk wat een voetbalevenement kan losmaken. En ik laat het maar gewoon helemaal over me heen komen en gewoon genieten. We staan hier op de boot met mensen die achter de schermen zich te barsten hebben gewerkt. En die krijgen godzijdank de waardering die ze allemaal verdienen. Het doet echt wat met je. Ja, wat denk je? We zijn op 10 mei van huis gegaan. En het is nu 13 juli. En iedereen verlangt naar zijn kinderen, naar zijn gezin. En ik ook. En als je dit ziet, denk je, nou ja, het heeft iedereen hoe dan ook een maand ongelooflijk bezig gehouden. En ik vind het echt fantastisch. Nou, wat dat betreft, natuurlijk was er een kater. En die kater blijft ook nog wel een tijdje aan je vastkleven. Maar dit is wel een behoorlijke pleister. Nou ja, het is vanochtend al begonnen. Ik moet zeggen dat tot vanochtend in ontbijtzalen allemaal nog heel moeilijk ging. Iedereen dacht, we hebben het niet goed gedaan in de finale, gewoon. En, maar ja, Balk en Beatrix die buitengewoon goed was. En toen dit, dus het gaat steeds beter. Ja, precies. En dan ben je nog maar halverwege. Ja, dat maakt me een beetje zorgen. Maar nee hoor, het is echt geweldig. En dat mensen het allemaal over hebben, ja, dat is cliché, maar het is echt uniek. Het is ook eens lekker dat je zelf mag zwaaien. Wat zeg jij? Het is ook wel eens lekker dat je zelf mag zwaaien. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk. En dat ga ik doen ook trouwens. Oké, dan. Dank je. Dat was het open boek dat Kees Jansma heet. Mooi, emotioneel. Er komen al heel veel foto's, filmpjes, opmerkingen op Twitter. Waarin de spelers hun belevenissen willen delen. Deze lantaarn is daar volgens mij niet voor bedoeld. En laten we hopen dat iedereen zichzelf in bedwang houdt en dat er geen gekke dingen gebeuren van mensen die opeens halsbrekende capriolen gaan uithalen om bij de spelers te komen. Arjen Robben, het ging er door hem heen bij Nederland-Hongarije. Geen WK. Hij kwam terug tot bijna op het einde. Ja, en dit hoort er dan ook bij. Engelse tevreden, de blote billen. Maar met alle respect, ik kijk toch liever hiernaar.